Mocht ik zeker zijn van betere zorg voor iedereen, zou ik graag allemaal op stap gaan, dingen doen buiten de instelling. Activiteiten in de zomer buiten, meer tijd voor de bewoners hebben, naast mijn verplichte taken. Ik ben Anna, ik ben 30 jaar. Ik kom uit Portugal en ik werk in het woonzorgcentrum Domino in Gent. Zorg is iets meer dan gewoon de noodzakelijke dingen. En niet alleen de lichamelijk, maar ook de emotioneel. Een hogere loon is niet het belangrijkste voor mij, maar dat gaat wel zorgen dat meer mensen blijven werken in dit beroep. En dan met voldoende personeel kunnen wij een meer kwalitatief zorg presteren en meer tijd hebben voor andere activiteiten, andere dingen te doen. Werken met mensen is een passie, en dat is iets dat is onbetaalbaar.